Hallo lieve mensen, hey, daar ben ik! Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dit keer gaan wij in aflevering 42 verder, want waarschijnlijk is dit de opening van ons park, want we zouden in jaar 50 het park gaan openen. Ik heb een nieuwe custom scenery gedownload en voordat ik hem wou bouwen, wou kijken of het werkte. En het werkt. Ik ga het gewoon neerzetten, jullie gaan kijken wat het is. Mickey. En we hebben onze grote vriend Walt. En als we inzoomen, dan zien wij twee minder gedetailleerde objecten, maar dat maakt niet uit. Het ziet er wel gaaf uit, want kijk, dit wordt nu echt een Disney parkje. Ik ga dit weghalen zo. Dit ziet er schattig uit. Ik kan Oswald, kan ik trouwens er ook naast zetten als ik wil. Maar Oswald is het niet, want het gaat om Mickey. Maar wel leuk dat ze het zo hebben gedaan. En zoals je ziet, heb ik dus de objecten zo hier neergezet. En zo kom je dus binnen in het park waar nog steeds Winnie de Pooh zit te wachten met open armen. En hier zijn allemaal stalletjes waar je dingetjes kan kopen. We hebben ook Mickey Mouse ballonnen nu nieuw in het park. En we hebben ook wat wc's neergezet. En ik ga eens even kijken, vorige keer kreeg ik een melding dat die wc's niet goed waren aangesloten. Nou, en dit keer zie je dus wel dat het duidelijk goed is aangesloten. Dus ik snap niet het probleem. De giga-achtbaan, die hebben we ook wat geüpgraded. Ik heb wat nieuwe rotsen neergezet. Gewoon de rotsen die we ook hebben gebruikt in het waterattractie Dark Ride ding. Dus die staan hier, want ik vond het hier wat kaal. En ik wou dit gebouw nog helemaal gaan verwijderen, maar dat doe ik niet. Want dat gaat namelijk als volgt. Ik moet het prullenbakje selecteren en één voor één alles gaan weghalen zonder de achtbaan te raken. Want die achtbaan moet niet weg. Het gaat om al die stukjes blokjes die je ziet, die ik nu aan het verwijderen ben. Die moet ik allemaal handmatig weg gaan halen. Dat kost gewoon heel veel tijd. En terwijl ik tegen jullie praat, kan ik natuurlijk wel een paar weghalen om te laten zien hoeveel ik heb gebouwd. En het is soms echt bizar, maar het kan niet anders dat ik het met de hand zo moet weghalen. Dus dit wordt geen gebouw meer, maar dit wordt gewoon een leuk gethematiseerd stukje. En misschien gaat deze achtbaan wel verdwijnen, ik weet niet. Ik ben op zich wel tevreden over deze achtbaan. Ik vind de layout wel gaaf. Maar misschien dat ik het hier bij dit stukje wat anders ga aanpakken. Dus dat hier verdwijnt. Ik ga het ook gewoon daar verdwijnen, want ik vind het heel raar uitzien. Dus dat we hier een stukje aanpassen, dat hij in ieder geval hier wat compacter in de buurt blijft. Want ik vind dit wel een hele leuke layout op zich. Ik vind hem ook leuk uitzien met al die bochtdingetjes. Dan laten we hem nog wel afschieten, maar dan wordt het wel een andere layout. Dus daar gaan we sowieso aan werken. En ik wil met jullie werken aan een nieuw stukje thema. Voordat we open gaan, dat is de eerste attractie die hier bijna binnenkomt. Ook samen met Riga Achtbaan, maar dit is eigenlijk de allereerste. En dat is de Mickey Trein Chook Chook Express. Het heet natuurlijk niet zo, maar ik vind het een leuke naam. En zoals je ziet staan er allemaal Disney figuren te wachten hier. En gaan we het hier wat aankleden met leuke tonnetjes. Ik heb niet echt treinonderdelen, dat is jammer. Ik kan wel gaan zoeken daarnaar. Maar ja, je hebt natuurlijk treinonderdelen nodig om iets aan te kleden. Ik geloof dat hier wel ergens een mailset staat, maar daar heb je niks aan. Laat me even kijken, ik ga even zoeken. En dames en heren, ik heb iets gevonden. En het heeft dan niet echt heel veel te maken met het feit van de straat. Maar ik vind het wel leuk om een beetje met dozen hier kunnen we wat aankleden. We kunnen wat dozen op elkaar zetten misschien. Dat is ook misschien leuk om te laten zien. Oh, zo. En dan kunnen we misschien wat van die kratten neerzetten. Dat is misschien ook wel leuk om grappig om zo neer te plaatsen. Zo. En misschien zo van deze, dat een beetje een studio idee krijgt. En misschien moeten we ook dadelijk wat auto's gaan plaatsen erin. Wat is dit? Een mystery. Je hebt een mislukt. Oh, er was een foutmelding. Dat ging niet helemaal goed. Hier heb je nog van die paaltjes. Ook wel leuk om dingen neer te zetten hier. Oh, grappig. We gaan het even zo aankleden. Met die auto's ook. Leuk. En hier nog zo'n kratje. Misschien een paar op elkaar gestapeld zo. En dan nog een paar van die Eligma doosjes. Even kijken. Oh, die moet natuurlijk wel even goed staan. Ik heb hem nou een beetje verkeerd neergezet. Daar zie je het. Zo, nu gaat hij weg. Zo. Misschien daar nog een kratje zo. Dit ziet er wel leuker uit, hè? Hoe snel je iets kan thematiseren. Het is ongelooflijk. Hier nog een twee keer opstapeld zo. Kijk, dit ziet er leuk uit. En je vertrekt hier met het treintje. En je gaat langs allerlei thematisaties. Ik heb het een beetje gekleurd. Zodat je ziet hoe en wat. Dit thematiseerde gedeelte is af. Misschien kunnen we hier wel iets van een auto wegmaken of zo. Dat je een beetje een stunt idee hebt. Misschien kunnen we hier wel een soort van vrachtwagen maken. Met wat paaltjes hier. Dat hier werkzaamheden zijn. Misschien is dat leuk. En misschien kun je een gave auto neerzetten in de hoek. Ja, je moet maar een beetje kijken hoe we dat gaan aankleden. Ik weet sowieso niet wat ik hier kan neerplaatsen. Misschien kunnen we hier wel een politiescène maken. Hè, dat het een beetje afgezet is zo. En misschien kunnen we wel een gebouw maken. Een helftje van een kasteel. Ik denk
dat als wij het piratenthema pakken, dat wij een heel leuke set tevoorschijn toveren. En dat is namelijk deze set. Dan gaan we even naar de... Zo, gaan we hiernaar. En dan pakken we het avontuurlijke Caribische set gedeelte. Want daar zit volgens mij een stukje set, een stukje afgebrokkeld muurdingetje in. Of het is die andere, even kijken hoor. Er zijn namelijk twee. Je hebt de... Je had toch nog één? Of was dat het spookgedeelte? Oh, dan ga ik het spookgedeelte erbij pakken hoor. Dan was het het spookgedeelte. Spookachtige muren. Ja, kijk, dit is gaaf. Dit is heel gaaf. Dit is een soort van vervallen gebouwtje maken wij. Het is jammer dat ik niet schuin kan bouwen met deze set. Of kan het wel? Nee, het kan dus niet. Helaas. Kunnen we een hoek maken. Zo. En ik ga gewoon eens wat bouwen. Wat leuks. Muur hebben we nodig. Zo. En een leuke deur erin. En misschien hebben we ook een vervallen iets nodig dadelijk. Even kijken hoe we dit kunnen draaien. Zo. Dit ziet er wel gaaf uit trouwens. Hier een dakje op. Maar we moeten echt een beetje vervallen eruit laten zien. Het is jammer dat je niet schuin kan bouwen met die objecten. Dat vind ik echt erg verschrikkelijk. Echt zonde. Je hebt ook spookachtige wouten wanden. Die kan je misschien ook combineren. Kijk, dit is mooi hè. Die de onderkant dat helemaal afgebrokkeld is. Dat vind ik zo gaaf. Het ziet er zo... ja, het ziet er wel heel gaaf uit. Nou, zoals je ziet ben ik al een beetje bezig aan het, maken van die spookachtige set. Kijk, wil je wat houten planken tegen die muur aan? Dat het net lijkt... Oh, wat doe ik nou? Ik verwijder weer alles. God, word er ook niet goed van. Kijk, ik heb hier een paar van die planken had ik neergezet. Support, wat zijn dit? Oh, dit ziet er ook wel grappig uit. Dat je een beetje... Waarom groen, mensen? Ik snap niet waarom ik het nou groen maak. Het moet een beetje duister zijn. Dan kom ik met groen aan. Laten we maar gewoon een bruin maken. Dat ziet er lekker donker uit. Lekker creepy. Zo, twee van die palen. Ik heb wat hout er tegenaan gezet, zoals je ziet. Dat het net lijkt alsof het dichtgetimmerd is. Waar de politie eigenlijk moet uitzoeken van er is iets aan de hand. En we weten niet wat. Dus dit wordt wel een beetje een spooky gedeelte. Ik moet even dat blok nog even repareren wat ik net heb gesloopt natuurlijk. Het belangrijkste ga ik nu doen. Dat is natuurlijk het een beetje effect maken. Dus dat het in de brand staat misschien. Dus we gaan een soort van knop vinden. Waardoor je kan kiezen uit mist geloof ik. Uit vuur, uit klein vuur. En uit donkere mist. Dus een beetje... mistig-achtig. En de andere is echt met rook. Oh ja, dat was het. Ja, mist. Dus ik ga wat... Misschien dat we wat een klein vuurtje gaan stichten hier. Of juist een groot vuur. Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Maar ik denk als er rook van de achterkant vandaan komt... Dat het wel heel gaaf iets creëert. Ik ga eens proberen hoe dat eruit ziet. Ik heb het spel heel even gepauzeerd om... Kijk, dit is gaaf. Kijk, dit is stoer. Dit moeten we hebben. Misschien dat daar ook wat rook uit komt. Kijk eens, jongens. Er komt allemaal rook uit. Dat is gaaf dit, toch? Huis staat in de fik misschien. Misschien een klein vuurtje hierachter vandaan. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ziet dat er leuk uit? Oh, dat is wel een heel klein vuurtje dit. Dit is echt een mini vuurtje. Ik ga eens een grote vuur doen. Dus kijk hoe dat eruit ziet. Holy crap, dat ziet er wel heel gaaf uit joh. Ja, dit gaan we doen. Dit gaan we zeker doen. Dit is heel spannend, ook voor de mensen. Ze komen ook dicht bij het vuur natuurlijk. Ja, dit is heel stoer. Dit moeten we zeker doen. En het is ook gaaf, wanneer je in de bouwmodus komt... Dan zie je waarschijnlijk... Hé, ik zie die dop niet meer van dat... Nou, goed. Ja, goed. Hè, het is wel heel veel rook, hè? Want dit maakt het wel een hele gave scène. Ik vind het... dit is goed. De grond gaan we nog veranderen, want dat ziet er niet uit. Natuurlijk dat baksteen, dat was gewoon om een kleur aan te passen. Hoe en wat. Dus we gaan het wel een beetje realistisch doen. Dus ik ga het even groen maken met bloemen. Nou ga ik het wel een beetje bruin maken, omdat het nu natuurlijk een beetje zand moet zijn hier. Dus ik ga het ook een beetje zanderig maken, zo. Zo. En misschien nog een klein beetje grauw donker hier. Van het huis vandaan. En misschien hier vooral omdat het zwart is. Omdat het natuurlijk roet van dat vuur. Dat is realistisch. En nog een beetje groen hier. Dat het een beetje overgaat zo. Huppakee. Een beetje groen aan de zijkant. En misschien ook van die afzetbordjes. Wat we eerst vonden. Natuurlijk ga ik dat nu niet zo 1, 2, 3 vinden. Het is iets met car elements geloof ik. Even kijken. Oh, het is die railroad idee. Oh, dat is leuk. Oh, dat ziet er gaaf uit als we dat hier neerzetten. Oh, ik ben voorstander hiervan. Jazeker, twee stuks. Kijk, dat beschermt ook een beetje tegen wat daar te zien is voor de mensen. Slagboom. Oh, dat is leuk. Slagboompje. Hij hoeft niet per se te werken, vind ik. Maar het ziet er wel heel gaaf uit. Misschien een bordje danger erop, inderdaad. Ik
Kijk, dit is een prachtige set. Daar moet je het gewoon, daar moet je zeker weten even naar kijken. Dan kan je leuke dingetjes doen. Powerbox. Oh, kijk eens, een powerbox. Plaats ik hier gewoon in het midden. En die plaats ik hier ook gewoon. Oh, kan dat? Is dat realistisch? Nee, ik plaats hem gewoon één keer. En wat hebben we hier nog meer voor dingetjes? Track power. Zeg me niks. Ik ga het ook niet gebruiken dan. En de tweede set die ik ga gebruiken is... Dan ga ik hem even opzoeken. Die staat hier sowieso bij. Hey, geef me een moment. Gelukkig heb ik ze gevonden. Ik plaats gewoon wat tonnetjes neer. Het is deze set met een paar van die dozen hier ook nog. Hoppakee. En deze zocht ik, die balkjes. Kijk, dit is schitterend. Kijk, als we dat dan hier neerzetten zo. Dat je ook daar niet mag komen. Een beetje afzetten zo. Hier nog even afzetten. En vooral hier natuurlijk bij dat vuur. Misschien ook beter. En kunnen we ergens iets neerzetten wat met de politie? Misschien hier nog een politiewagen? Dat vind ik wel vet. Zo, kijk eens. Dit maakt toch wel een beetje een hele aparte scène dit. Gaaf. Ik vind het fantastisch om te maken natuurlijk. Hè? Oh, het hele restaurant ligt open. Nou, we zien dat maar als een stuk glas of zo. Ik moet het nog helemaal dicht gaan maken. En misschien die paaltjes hier ook. Dat is misschien leuk om het af te zetten. Nou ja, leuk. Kijk hier eromheen zo. Dan mag je daar maar niet komen, hè. En hier nog een paaltje. Zo. Ja, dit is gaaf. Ik vind het heel gaaf. Misschien kunnen we hier nog wat gras neerzetten. Omdat we toch bezig zijn. Ik ga wel het spel opslaan. Want mocht het verkeerd aflopen, dan heb ik alsnog een beetje een backupje. Even kijken, wat hebben wij van bloemetjes? Misschien moeten we wat oude planten. Omdat het een beetje een creepy... Ja, het is toch echt wel een creepy huisje, zeg maar. Het is een soort spookhuisje. Want binnenin zien we dus ook... Heb ik een piano neergezet en een stuk spinnenweb. Dat je ziet door het gat. En dat is misschien ook gaaf. Ik wou er niet een horror erin maken. Dus dat je een skelet ziet of zo. Dat vind ik dan weer een beetje te... Maar ik denk dat we wel wat heel gaafs kunnen creëren. Ook misschien met dit mos of zo. Maar dit moet je al op de grond leggen. Dit moet je niet op... Wat is dit? Ja, dat kan je daar een beetje op de grond leggen. Een beetje creepy. Dit kan trouwens ook erop. Kijk hoor. Nee, dit gaat er niet meer op. Jammer dit. Beetje gras op het pad zo. Een beetje mos. En dan pakken wij kleine boompjes. Kleine boompjes. Zo. En misschien kunnen wij wat grotere bomen plaatsen. Dan ga ik eens even kijken wat heeft die. Oh, die heeft pine trees. Dat is voor de kerst. Wat hebben we nog meer voor bloemen? Dan kunnen we even selecteren. We moeten wel een beetje. Kijk, we kunnen ook een beetje dat pand hier, dat achterkantje, kunnen we een beetje gaan wegwerken. Door wat grote bomen neer te zetten. Dat is ook niet echt een punt of zo. Oh, die staat in de vrachtwagen. Moeten we ook niet. De huls misschien. Zo. Het gaat helemaal niet om die achterkant, zeg maar. Dat is wel leuk voor thematisatie, maar voor de rest... Kijk, deze moeten we hier neerzetten. Dat is creepy, joh. En dat boompje... Ja, dat boompje kan natuurlijk in de fik vliegen, hè. Dus ik ga deze wel wat achter plaatsen daar. En... Die is misschien al... Die is natuurlijk al afgefikt. Hé, hey, staan is die zo geworden. Slim, Vince. Slim. We komen er wel. Halloween, hebben we daar ook bomen voor? Oh, wat plaats ik? Ik plaats iets wat ik niet weet wat ik plaats. Voor mij was deze boom. Oh, dit zijn een beetje... Dit zijn hele niet bewegende bloemen. Die willen we niet hebben. En dit is iets te vrolijk. Misschien die sprookjesachtige heg. Die moet hier misschien tegenaan staan. Kijk eens. Het is allemaal afgefikt, mensen. Het is allemaal afgefikt. Ik vind het een heel leuk gethematiseerd stukje. Ik hoop dat jullie het ook vinden. We gaan gelijk door met het volgende stukje gethematiseerde zooitje. Leuk. Ja, ik vind het altijd leuk om zoiets te bouwen, mensen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om naar te kijken. Dat is natuurlijk ook een tweede punt. Kasteeltje waar je Mickey Mouse ziet staan. Hartstikke leuk. Nou, dat is dus al gemaakt. Het enige wat we moeten doen is dit stuk en dit stuk. Dus dat scheelt. Ik haal de plantjes vast weg in dat gebied. En hier kunnen we volgooien met bomen en plantjes. Dus laten we dat eerst gaan doen. Dan hebben we in ieder geval wel een beetje leuk aanzicht om naar te kijken. Hier ook in die cirkel natuurlijk heel belangrijk. Hier ook. Zo. En hier nog een paar. Dan gaan we de volgende boom pakken. En zo vullen wij eigenlijk het hele land op met verschillende soorten bomen. We pakken daar natuurlijk ook gedownloade bomen. Want die kun je overal plaatsen. Deze zijn een paar beperkt waar je ze kan neerzetten. Maar dat is wel positief. Want dan kan je ze nooit dubbel plaatsen in elkaar. Dat is dan wel je moet wel een voordeel krijgen van... Naar de voordelen kijken van zo'n custom scenery. Of van juist de niet custom scenery waar ik nu mee bezig ben. En zoals je ziet gaat het dan zo op die manier mis. Zie je het? Dat er dan twee
bosjes in elkaar komen. Dat gaat nooit als je zo lekker losklikt met de muis. Het moet natuurlijk een decoortje worden voor iets. Dat is lastig, hè? Wat zullen we zo'n beetje Wild West idee maken? Dat we Goofy zetten in een Wild West stadje? Ik vind dat wel een heel grappig idee. Dan pak ik wel gewoon de standaard Wild West custom sceneries. En dat zijn... Er zijn er wel een aantal, hoor, zoals je ziet. Er zijn er wel een aantal. En die geisterbaan staat overal bij. Dat, daar word je niet goed van. Maar dat, in ieder geval die muren voor een Wild West stadje kunnen we doen. Wild West stadje, kijk eens. Dan gaan we eens wat leuks neerzetten. Ik denk... Misschien hebben we wat als standaard staan, hoor. Voor custom scenery in de Wild West sfeer. Ga eens kijken. Arabian Jungle. We krijgen food courts in piratenstijl. We krijgen dark rides. Science fiction in Egypte Western. Kijk, en als we hier nou iets kijken wat we kunnen gebruiken. Door het te selecteren en dan even te wachten. Kijk, dan krijg je al een heel leuk stuk. Maar dat gaat nooit passen daar. Dit is al veel te groot, maar wel, het ziet er echt fantastisch uit. Vinden jullie niet? Waarom plaatsen we het hier niet dan? Oh, dat vind ik een prachtig stuk hier. We gaan nog wel... Ik weet niet of alles... Of ik meer erbij moet bouwen. Ik moet wel erbij bouwen, want niet alle sets heb ik. Waardoor dus dingen missen. Maar ik ga het gewoon plaatsen. Het ziet er niet uit zoals je ziet. Het mist echt heel veel dingetjes. Maar ik ga rustig op mijn gemakje dit helemaal thematiseren. Er staat in ieder geval wel een basis. En dat is... Ja, dat is het nadeel. Ik heb niet alle sets namelijk die je nodig hebt voor zulke dingen. Maar er is wel door elkaar heen gebouwd. Ik moet sowieso de bomen allemaal verwijderen. Die staan ook in de gebouwen, zeg maar. Huppakee. Maar hier gaan we Goofy sowieso in plaatsen. In dit stuk. Deze ga ik wegdoen. En deze. En staat hier binnenin nog een boompje. Die ga ik ook weghalen als ik die goed klik. Kom op! Dit wil ik! Nee, ik wil dat raampje niet. Ja, boom. Huppakee. Oh, dit ziet er heel grappig uit. Alleen missen er echt ontzettend veel voorwerpen, zeg. Jeetje, ik weet niet waarom ik dit heb gebouwd. Want het mist gewoon echt heel veel. Dus we gaan ook heel veel bijbouwen nog. En we gaan ook heel veel... gewoon missende dingetjes moeten we wel toe gaan voegen. Zo. Ja, dit mist allemaal, joh. Ik moet dit echt allemaal weg gaan halen nu. Zonde, hè? Kan maar weggooien. Alhoewel, we kunnen hier wel wat van bouwen, denk ik. Heb je, Vincent, als je dingen plaatst en je mist een aantal dingetjes, een aantal voorwerpen, dan gaat het helemaal mis. En dan krijg je dus dit soort taferelen, om het zo te zeggen. Ik vind die sheriff wel leuk. Ik vind het wel heel gaaf gedaan. Ik ga eens proberen of we hier wat van kunnen bouwen nog. Even kijken, dan pakken we Shy Guy's set. Die staat helemaal onderin. Dat is de Shy Guy Catfish Cove, zo heet dat, hè. Sowieso moet die grond dadelijk weg, maar dat passen we nog aan. En dan ga ik even muren maken voor deze toestand, voor dit gebouwtje. Om het toch wel een beetje realistisch te maken. We kunnen ook trouwens een andere kleur gaan gebruiken, deze. Ik kan die hier plaatsen. Zoiets gok ik. En dan zou je dit gedeelte moet je dus vervangen met iets anders. Zodat je een leuk balkonnetje hebt. Hier gaan we wat palen voor maken tot het steunt natuurlijk. Zo. Kijk, mooi. Dat doen we hier ook aan deze kant. Zo. En dan berust het. En hier moeten we eigenlijk een hoek maken. En die hoek staat als het goed is ook in deze set ergens. Want je hebt een schuindak en een hoekdakkie. En die staat hier. De corner. Ik hoop dat de goede kleur is gelijk. Maar die staat heel anders. Nou, die staat veel minder naar... Ik weet niet welke set dat is dan. Die andere, ik weet het echt mijn god niet. Ik heb wel een paar sets, maar ik weet niet van welke set. Misschien die gold bij, maar er zitten hele andere dingetjes bij. Er zit er zitten gangetjes bij en zo. Voor als je naar een mijn gaat, maar dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Misschien, we kunnen het wel erin maken dat je onder een tunnel gaat natuurlijk. Dat is ook heel gaaf, maar dat is heel lastig, want ik moet helemaal gaan uitpluizen van hoe en wat. Is dat leuk, zo'n onderdoorgang? Nee, we laten het gewoon lekker zo op die manier. En dan, ja hoor. Ik vind het wel best zo. Nou, de Wilde West gaan we nog even afbouwen. Dat is wel de bedoeling. Dat landgrond dat gaan we ook even weghalen. Dus dat wordt gewoon weer een groene vloer. En dan kunnen we dat wel een beetje die stijl gebruiken wat je net zag. Dat is trouwens ook heel lelijk hier. Dat moeten we daar gaan weg gaan werken. Nou mensen, zoals je ziet is het nog steeds juli. Dus het is nog steeds geen tijd om het park te openen. Dus ik waarschijnlijk ga ik deze achtbaan even of deze attractie afbouwen. En dan in de volgende aflevering is het dus officieel de opening van ons park. En dan gaan we dus de mensen volgen wat zij allemaal gaan doen in ons park. Het is nog helemaal niet af het park. Maar ik heb jullie afgesproken in
in het jaar 50 gaan we open. En dat beloof ik ook plechtig aan jullie. Dus vandaar, wacht even tot de volgende aflevering. Dan gaan we zeker weten verder. En dan, ja, ik ga nog even deze attractie afbouwen. Dus wat ik ga doen is even hier nog een thema bedenken. En dan ga ik dit nog even afwerken. En dan zie je het volgende keer terug in een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Doei doei!